moet er wel bij komen. Ja, bij, ja. Kom er eigenlijk bovenuit, man. Oh, ja. Maarten gaat bewust achter Maarten. Moet ik anders bukken? Nee, dat ook niet. We zijn hier bij, ja, in de zon, in het mooie weer bij Lubt. Ik denk dat hier achter op de hei hebben ze beter weer als Veur en een Durp. Dus ik denk, als jullie daar volgende week maandag dat ik ze weer mee kunt nemen, dan zijn wij heel tevreden, Prins Joep. Hè? Dat denk ik. Ja, wat tekenen? We zijn bij het vaste onderdeel aangekomen van onze video rondgang. En dat is de doorgeefvraag. En de doorgeefvraag komt van het Nauwnie. En die is voor jullie. En onze prins zal de vraag aan jullie gaan stellen. Het Nauwnie, 11 jaar jong, vraagt zich af hoe jullie als het Lubt het voor elkaar krijgen om zo lang deur te blijven bouwen. Zo groot, zo mooi, al die jaren en nog steeds zo enthousiast en actief mee te doen. Dat is de vraag. Ik zou het echt niet weten. Nee, ik zou het echt niet weten. Maar wie wel dan? Ik denk dat ik gek denk. Ja, het stukje gekte hebben we daar wel bij nodig. Dat we toch iedere keer zoiets doen, ja. Ja, dat denk ik wel. Dus gekte is het antwoord op de vraag, hoe kunnen we het zo lang volhouden? Familieteam spirit hebben wij. Familieteam spirit hebben wij. Het zit in ons bloed. Familieteam spirit. Het zit in ons bloed. Het zit in het bloed. Het begint al heel jong hier. Die krijgt ook een eigen. Dat is gewoon de familieteam spirit wat we hebben. Kijk, het wordt ook doorgegeven dus. Ja, wij gaan gewoon door. Hebben jullie zin om ook wagens te gaan bouwen en mee te doen met de optocht? Zeg maar ja, dat is leuk voor het beeld. Ja! Maar zwijgende mensen stemmen ook toe, zeg. Zo is dat. Nou, maar ik zie het aan de snoetjes dat jullie het hartstikke leuk vinden. Maar nu, dankjewel voor jullie duidelijke antwoord. Maar nu, jullie vraag aan Schoon Gekwakt. De vraag aan Schoon Gekwakt is... Zijn jullie het altijd eens als fuserende club? Nou, die gaan we meenemen. Wij nemen hem mee. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en heel veel succes. En wij snakken naar de cake. Hé, hey, hoe laat zijn jullie begonnen met opbouwen, Maarten? Toen was je er niet. Dat doet toch wel? Nee, het was 8 uur. 8 uur? 8 uur. Konden ze vroeg eruit komen? Ja, dat ging net. Dat ging net. Ja. Had het niet gedronken gisteravond? Ja, een beetje rekening mee gehouden. Een beetje rekening mee gehouden, ja, toch wel. Dat we zo vroeg eruit moesten. En hoe vroeg lag het erin? Dat was denk ik 1 uur. 1 uur? Oh, dan ziet er nog fris uit. Ja. En dan gooi je na elke meter bier, worden ze alleen maar mooier. Ben niet te schuiven, de terrassen zitten vol.